Lieve inwoners, 3 weken geleden heb ik mij tot u gericht. En ik had gehoopt om met een ander bericht te komen als waar ik vandaag mee moet komen. Want u weet, 3 weken geleden waren de cijfers niet goed voor de gemeente Wierde. Maar ook nu nog niet. Ook nu zijn de cijfers nog echt te schrikbarend. Jammer. Want u heeft uw best gedaan. Daar ben ik van overtuigd dat u uw best heeft gedaan. Maar we zitten nog steeds in de rode getallen. De vorige keer heb ik u gezegd dat het over de hele linie zat qua leeftijd. Dat is deze keer niet meer zo, hebben wij kunnen concluderen met de GGD. Deze keer zit de piek echt op de leeftijd tussen 50 en 59 jaar. Waarom? Wij weten het niet. We kunnen het niet verklaren. Ik denk dat u het ook niet kunt verklaren. Want u doet echt wel met uw allen het best en het overkomt u. Daar ben ik van overtuigd. Maar ik moet u wel zeggen dat ik het echt oprecht meen dat u met de kerstdagen het zo sober mogelijk moet gaan doen. Want anders dan gaat het niet goed. Dat weet u ook. Dat heeft u ook gehoord. De persconferentie onlangs van Mark Rutte. Het gaat niet goed als wij met de kerst gewoon weer lekker feest gaan vieren. Maar wat had ik het u gegund? Wat had ik het u allen gegund om heerlijk weer met elkaar de kerst te vieren. De jeugd, jullie had ik het ook gegund. Misschien dan niet eens zo met kerst, maar wel met oud en nieuw, om te kunnen doen dat wat je wil doen, het oude jaar eruit knallen. Maar wat had ik u, ouderen, ook gegund, dat er eens even weer geknuffeld kon worden. Of u, die misschien dit jaar iemand verloren heeft, en die nou juist met de feestdagen zo'n behoefte heeft aan aandacht. Wat had ik u toch heel graag die knuffel gegund. Maar het kan niet. En dat maakt me echt wel verdrietig. Maar we hebben geen keuze. Vandaag hoorde ik nog weer iemand zeggen, het is zoals het is. En dat is een raar gezegde, maar het is wel zo. Het is wat het is. We hebben het ermee te doen en we moeten het samen doen. Laten we echt proberen dit vol te houden. Geef elkaar wel die aandacht waar ik u de vorige keer ook om gevraagd heb. Doe die boodschap voor die ander. Ook al is die andere ook maar best wel fit, geef elkaar die aandacht. Doe dat telefoontje. Ik merk zelf hoeveel telefoontjes doen. Wat dat voor de mensen betekent. Dat is geweldig. Doe dat. Aandacht is op dit moment het enige wat we elkaar kunnen geven. Het kost niks. Het kost alleen een heel klein beetje tijd. En die tijd die hebben we op het moment wel. Maak het toch, ondanks alles, liefdevolle kerstdagen van. Kijk goed naar elkaar om. En laten we zeggen, tot in het nieuwe jaar. En ik wens u toch, ondanks alles, hele fijne feestdagen.